Dankjewel. Dus over het weigeren van gemeente Utrecht. In Utrecht werd gezegd dat het niet zal handgehaafd worden. Nou, hierbij wil ik zeggen dat wij al bij de deur van de gemeente zelf al worden geweigerd. Om te zeggen van, je mag hier niet binnen met je niqab. Tenzij je hem of omhoog doet, of een mondkapje draagt sinds de corona. Dus wij hebben ons vanaf ingang van het verbod, eigenlijk zijn we niet welkom in de gemeente. Ik geef een voorbeeld. Mijn kinderen moesten hun paspoort worden vervangen en mijn jongste zoontje moest een nieuwe paspoort krijgen. Ik kon niet mee. Ik ben thuis gebleven, ik moest een toestemmingsbrief geven. Nou, dat doet wel wat met je, voor mij zelf, emotioneel. Want ja, het is toch wel iets wat je gezamenlijk doet als gezin. Je gaat met je kinderen. Ja, ik voel me buitengesloten voor iets wat je eigenlijk samen moet doen. Ja, ik wil me niet eens voorstellen hoe u zich daarbij voelt. Laat ik het op die manier formuleren. Ik wil hier heel graag op doorpakken. In die zin is van, we hebben dit soort voorbeelden bijvoorbeeld ook in Den Haag gehoord, waar ik zelf woon. Dus het is niet echt uniek voor Utrecht. We zien het in heel Nederland gebeuren. Ewout, ook even vanuit het perspectief. Want er werd net heel duidelijk gesteld van, hey, ik kon niet mee. Dus dat betekent eigenlijk dat op een aantal leefgebieden je de niqab-draagsters aan het isoleren of uit het sociale leven, openbare publieke domein aan het wegduwen bent. Ben jij in jouw onderzoeken naar moslimdiscriminatie meer van dit soort gevallen tegengekomen? Van hoe kijk jij daarnaar met een wetgeving wat eigenlijk bedoeld is voor veiligheid, maar dat eigenlijk als effect heeft dat het de vrouwen uit het publieke domein verder wegduwt? Ja, nou, ik herken dit uit onderzoeken. Mensen die we gesproken hebben. Stichting Meld Islamofobie heeft ook na een jaar een zwart boek uitgegeven, waar heel veel verhalen zijn opgetekend van niqab-draagsters. Het blijkt daarnaast dat niet alleen niqab-draagsters, maar ook vrouwen die op andere manier gesluierd zijn, meer te maken hebben gekregen met agressie sinds de invoering van het niqab-verbod. De wet heeft niet zijn pakt gewoon averechts uit. Dus vrouwen komen veel meer in een maatschappelijk isolement dan verwacht. Ze hadden misschien gehoopt dat ze hun niqab af zouden doen, maar dat is niet het geval. Het is gewoon de vrijheid van godsdienst. Maar volgens mij is ook inderdaad Meld Islamofobie bezig geweest met het zwartboek. En er waren ook een aantal groepen destijds vanuit de niqab-draagsters zelf ontstaan. Weet u wat daarmee is gebeurd? Wat ik van hun begreep is dat zij eigenlijk ook moedeloos zijn geworden. Ze hebben zo vaak het geroepen en overal meldingen gedaan. Maar ik heb net even uitgelegd wat wij doen vanuit artikel 1. Maar zij hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Als jullie het willen aanvullen over hoe... Ik zal zelf even een verhaal vertellen wat zeg maar gebeurd is. Ik was samen met een andere zuster van mij, zij ging tanken. En ze liep het tankstation in om te betalen netjes. Riep de manager van die tankstation van, kijk uit, een bomaanslag. Wij zijn toen samen naar het politiebureau hier in Utrecht Overvecht geweest. Wij kregen te horen, ja, maar wij weten zelf niet of dit onder discriminatie valt, ja of nee. Naar de politie. Juist. En dan denk je van, oké. Bij wie kan ik nog meer terecht? Ja, maar ook dat van, maar oké, ik kom naar jullie toe. Ik vertel mijn verhaal. Dan verwacht je ook van dat je überhaupt hulp toegewezen krijgt. Ja. Kan de politie niet helpen, vertel dan waar we wel terecht kunnen komen. Of terecht kunnen gaan. Ja. Maar dat wordt dus niet gedaan. Dus dan heb je zoiets van, ja, oké. En nu dan? Stel dat het mij weer een keer gebeurt. Ik geef weer een voorbeeld van mezelf. Toen het verbod gelijk was ingevoerd, diezelfde week, heeft een oudere mevrouw op haar scootmobiel mij ingereden en mijn twee kleine dochters. Ze is gewoon zo over haar poet heen gereden. Maar bij wie moet je gaan klagen? Ja, dat snap ik. Dus wat ik begrijp is, bij de bestaande instanties krijg je eigenlijk onvoldoende gehoor, geen gehoor. En zou ik ook mogen vragen, hoe is de ondersteuning vanuit de eigen islamitische gemeenschap?
in het algemeen, als we het zowel over de islamitische organisaties hadden, als over gesprekken met de burgemeester, met de politie inderdaad. Dat was in het begin heel actief. Dat was, dat was heel erg aanwezig. En met de tijd mee, nu drie jaar verder, is het zeg maar wel weggezakt. Uiteindelijk is iedereen verder doorgegaan met zijn leven. En wij blijven nog steeds in die confrontatie met wat we tegenkomen als niqab-dragers. Ja, precies. En is er iets van een collectief nu momenteel van niqab-dragers? Want die werkgroep is volgens mij gestopt, weet ik. Maar is er nog iets van een samenwerking of een groep die bij elkaar komt rond ook jullie ervaringen of misschien wel acties die jullie willen ondernemen? Nou, mijn weten zijn we niet gestopt. Het is alleen heel rustig. Nou, dat is hem. Ja, sorry. Dingen aanlopen omdat je denkt van, ja, wat kunnen wij nog verder doen dan wat we gedaan hebben? Ik snap hem. Okay. Want we hebben inderdaad met artikel 1 gesprek gehad. We hebben toen het laatst inderdaad nog voor het onderzoek en die enquête is nog bij elkaar geweest. We zijn nog met een andere mevrouw die een ervaringen verzamelde van niqabis gesproken. Die zal een verslag maken en doorsturen naar de overheid. En daar zal meegenomen worden met evaluatie. Ja, met de wettelijke evaluatie wordt er dan meegenomen? Ja, dat is wat zij in het boek ons aangaf. Oh, wat goed. Oké. Okay. Ja, gebeurt. Maar we hebben sindsdien niks meer vernomen, ja. Precies. Ah, precies. Ja. We kunnen nog gelukkig nog ons beklaag nog islamofobie doen. Mm-hmm. Maar als het niet krijgen, mag ik eerlijk zeggen, ik voel niet. Oké, ik klaag, maar wat wordt ermee gedaan? Ja, precies. Je wil ook resultaat zien van het feit dat je een klacht indient. Ja, inderdaad. Ja. En we zijn al 3 jaar verder. En we hebben 3 jaar gesprekken gevoerd. 3 jaar met mensen aan tafel gezeten. Ja. Maar het is praten en 3 jaar niks doen. Misschien.